Goedemorgen. Jongens, de mensen die mij kennen gaan me echt voor gek verklaren. Maar ik ga zo meteen kamperen. En ik haat kamperen en ik haat beestjes en camping en tent en whatever. Dus dat wordt nog wat. Het gaat ook waarschijnlijk regenen. Ik ga naar Rokanje in Zeeland. En er stond dat het echt 3 dagen lang gaat regenen. Ik ga 3 dagen, 2 nachtjes. Dus dat wordt wat. Nice. Ik ga met Tony en nog 2 andere vrienden. Die natuurlijk allemaal niet op de vlog willen. Dus ja, we gaan zien wat voor leuks ze ervan kunnen maken. Hey, wat nee, dank je. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee. Zit in de back. Wij zijn aangekomen op de camping en dit is onze mooie plek. Prachtig. Het is nu nog droog, dus ik hoop dat het zo blijft. Oh, er zit gras aan. Gaat wel heel goed, hè? Oh, ja. Tadaa! Kijk wat ik heb gecreëerd. Een mooie tent. Lekker slapen. Het begint te regenen en dat vind ik niet leuk. Kijk hoe donker de wolken zijn. Ik denk dat het gaat onweren. En dat vind ik niet leuk. We zijn in de Action even lekker boodschappen doen. En we hebben allemaal een luchtbed. Oh, en weet je wat we hebben? Dit is echt leuk. Een giant bucketpong set. Beerpong met echt van die grote buckets. En met een tennisbal. Kijk, even laten zien hoor. Wat vinden jullie van mijn sexy zonnebril? Wow, ik heb echt een dik hoofd hierdoor. Jongens, let niet op haar. Ik heb echt een vet zwembad gevonden, maar ik mag het niet kopen. Kijk, gewone unicorn, daar kan je in zitten. Maar ik mag niet kopen van de jongens. Ik zit in de tent en we moesten eigenlijk luchtbedden oppompen, maar zelf doen. Maar er was iemand die had een elektrische pomp voor ons. Dus dat was fijn. Dus nu hebben we lekker luchtbedden. En ik ga er wel zo'n hoes over doen, want ik wil niet alleen op een luchtbed slapen. Want ja. Jongens, ik weet nu al dat ik hier echt slecht ga slapen. Dit ligt helemaal... helemaal kut. Helemaal niet lekker. Ik hou niet van luchtbedden. En ik hou niet van tenten. En dit gaat eten tegen mijn hoofd waaien. En hij moet echt nog meer naar die kant het matras. Want nu zitten mijn voeten eraf. Ja, laten we even alle hij is te klein. Maar op de achterkant. Okay. We moeten even dit met water doen voor ons, hoe heet het? Beerpong. Moeten we wat zeggen dat jij het wel te veel gedaan. Is dit goed? Ja, is goed. Ja. Ik ga die emmer over je heen gooien. Look at this challenge. Maar je moet hem over je heen gooien dan. Oh, super. Wat is gezellig in het Engels? Gezellig. Gezellig. Oké. Je mikt gewoon op zijn slipper. Ja, lekker. Ja, toch? Lekker. Wat vind je ervan? Ik vind dat leuk. We hebben lekker eten gemaakt. Barbecue. Kijk. Lekker wraps. Oké, we zijn even op het strand naar de zonsondergang wilden kijken, maar... hij zit een beetje achter de wolken, dus dat is een beetje jammer. Het is wel mooi, de lucht, als het weg was van de wolken, wat het zo was.
helemaal in het duinen klimmen. Het is nu ondertussen donker, maar ik kom niet meer naar beneden en ik ben gevallen. Ik ga nu echt als een glijbaan naar beneden glijden. Dit gaat helemaal niet goed zo. Oh my god. Even omdraaien. Allemaal zand in mijn schoenen. Oh, ik heb mijn licht nodig, anders zie ik niks meer. Ah, man. Oké, jongens, eerste nacht kamperen. Daar gaan we. Ik ga even mijn tanden poetsen bij zo'n waspak. En er zitten allemaal dode beesten. En dat vind ik echt niet goed, maar oké. Het zal wel weer. Ik wil niet meer. Goedemorgen. Kijk, ik ben net huilen. Dus ik wil niet meer. Ik zal het zo geluid houden. Helemaal niet. Ik heb niet zo lekker geslapen in de tent. En we gaan naar huis, toch? Doe naar huis. Oké, jongens, ik zie er echt niet uit. Maar ik ben nu aan het lopen naar de wc. En ik voel me echt zo een zwerver als ik zo op mijn slippertjes ga lopen met mijn tas. Ik heb nog net geen wc-rol bij me. Naar de wc. Lekker tanden poetsen. Straks lekker douchen in zo'n gebouw. Fantastisch. Oké, ik heb even mijn tanden gepoetst en zo. En mijn hoofd gewassen. Ik moet echt nog even wakker worden. Maar de mensen die mij kennen weten dat ik ook echt elke half uur naar de wc moet. Omdat ik gewoon heel veel drink altijd. En ik vind dat gewoon irritant. Dat je helemaal moet aankleden. En naar een gebouw moet lopen om naar de wc te gaan. Gisteren ook. Toen ging ik echt om 4 uur 's nachts naar de wc. En dan moet ik me helemaal gaan aankleden. Terwijl ik eigenlijk gewoon... lig in mijn tent. Ik wilde zeggen lekker liggen, maar nee, ik lag zeker niet lekker. Maar weet je, verder gaan we het allemaal heel positief houden vanaf nu en gaan we het leuk maken. Oké, we hebben even bij de winkel, oh sorry, lekker broodje gehaald. Kijk, met een schattige smeerkaas. En we zitten op een cel, maar het regent en mijn broodje wordt nat. Dus het is een beetje warm, lekker. Lekker in de regen ontbijten. Oh, lekker warm. Even smeren. Brood met smeerkaas. Dit is echt wat ik allebei niet mag eten. Wat ik allebei niet mag eten. Eeuw, eeuw. Wat doe ik allemaal? Mijn haar is echt ontploft alleen maar hier door de regen, maar we zijn even naar de winkel, want we hadden wel eigenlijk lunch, maar knakworstjes die we moeten warm maken op de barbecue met water, alleen het regent. Het is droog. Nou ja, het regende de hele tijd, dus we konden dat niet doen, dus we zijn naar de winkel, want ik wil kaasstengels. Plus. Oh. Het is ook weer droog, dus we zijn knakworstjes aan het maken. Lekker! Yeah. Lekker pizza. Nee, lekker Hawaii. Yes, wow. We zijn weer op het strand en dit keer is echt een hele mooie zon. Hey, Elis, hallo. Ja, dat is heel snel uitgestorven. Ja, dat is heel. Let the moon.
Vandaag heb ik echt niks gefilmd. Lekker even een broodje eten. Vandaag hebben we niks gedaan. We gingen alleen opruimen. En het was wel leuk. Maar ik ga niet meer nog een keer mee kamperen. Want ik hou niet van kamperen. Maar het was wel gezellig. Maar ja. Ik ga wel lekker gewoon naar fancy en zo. Ik lig hier lekker met mijn kussen. En weet je, gisteren ging ik in de nacht stiekem in het zwembad. En het was dicht. Cool, hè? En wat wilde ik ook weer zeggen? Oh ja, weet je, kijk, weet je waarom ik het ook niet leuk vind? Kijk hoe ik er nu uitzie. Ik zit alleen maar in mijn trainingsbroek en het is wel chill, maar ik zie er de hele tijd niet uit. En ik wil leuke kleren aan en zo. Maar met kamperen gaan we dus dan niet zo. Ja, dat gaat het niet. Ik heb trouwens wel heel lekker geslapen gisteren, maar ik had ook wel een beetje gedronken. Oké, dus dat was mijn kampeerverhaal. En dat doen we nooit meer. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Daag! Ja, ik ben weer thuis. Ik heb net droogshampoo in mijn haar gedaan, maar hij heeft nog wel een witte waas. Maar goed, dat wilde ik zeggen. Gisteren op het strand, was het gisteren? Ja, ben ik mijn ring kwijt. Oh nee, 2 dagen geleden volgens mij. Ben ik mijn ring kwijtgeraakt. Die ligt ergens in de duinen. En gisteren was ik met Tony een beetje aan het vechten. En toen heeft hij mijn oorbel eruit getrokken. Die derde hier. Het ging helemaal bloeden en zo. super nice. Maar ik ben wel lekker blij dat ik weer in mijn bed lig. En dat ik even mijn eigen douche kon gebruiken en zo. Maar verder vond ik het hartstikke gezellig. Dus dat heb ik ook weer gedaan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken hoe ik struggelde met kamperen. Vergeet niet te liken en te abonneren. En tot bij het volgende filmpje. Doei!